Goeiedag. Mooie herfstkleuren zijn er al te zien in Nederland. Zoals op deze foto ook goed te zien is. Steekt mooi af tegen die wat grijze wolkenlucht die er is op veel plaatsen. Maar er zijn ook zonnige perioden vanmiddag. En de temperatuur die ligt zo rond de 17 graden. Staat niet al te veel wind. Maar die wind die gaat wel toenemen de komende dagen. Qua neerslag valt het allemaal reuze mee. Het is een redelijk rustige weerweek die we voor de boeg hebben met wolkenvelden en zonnige momenten. Een hoge drukgebied is aanwezig boven de Benelux en boven het noorden van Frankrijk. En die zorgt ervoor dat het allemaal wat rustiger is. Actief weer vinden we terug boven Groot-Brittannië. Daar valt flink wat neerslag op sommige plaatsen. En dat front dat komt geleidelijk aan wel dichterbij. Woensdag aan het eind van de middag, begin van de avond, zal dat over Nederland gaan trekken. En dat levert dan een paar millimeter neerslag op. Daarachter wel meer wind, zoals gezegd. Dat kunnen we ook mooi zien hier, die witte lijnen, de lijnen van gelijke druk, die komen dicht bij elkaar. En dat is altijd een teken dat de wind zal gaan toenemen. Vooral aan zee is dat goed te merken. Als ik de animatie weer in beweging zet, dan zien we ook dat die wind uit het westen wel blijft. Maar dat het in Nederland overwegend droog weer zal zijn in de tweede weekhelft. Zaterdag komt er een nieuwe storing en die gaat dan passeren. En dat levert weer wat buien op. Zondag ziet er dan weer een stuk rustiger uit. Een mooi kleurrijk plaatje vind ik altijd even mooi om te laten zien. Dat is de neerslagsom die er verwacht wordt vanaf nu tot en met donderdagmiddag in dit geval. Nou, dan zien we het al, hè? Boven Groot-Brittannië de paarse kleuren. 40, 50 millimeter, lokaal zelfs meer. Maar boven Nederland over het algemeen lichtblauw. En dat betekent 1 of 2 millimeter neerslag. En dat is dan vooral dat front dat woensdag voor wat neerslag kan gaan zorgen aan het eind van de middag, begin van de avond. Goed, vanmiddag dus zo'n 17 graden op veel plaatsen, wolken en zon. Vannacht ook wat opklaringen. In het binnenland koelt het af naar 7 of 8 graden. Aan zee, daar is wat meer bewolking aanwezig, blijft het ook wat warmer. En de wind die is nog op zich vrij rustig, zwak tot matig uit het zuiden. Morgen aan zee al een vrij krachtige wind. Dan wordt het in de middag 17 tot 19 graden en zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het wisselt elkaar een beetje af, het blijft ook gewoon droog. En dat geldt ook voor een groot deel op de woensdag. Vooral het eerste dagdeel ziet er prima uit en de temperatuur gaat ook flink oplopen. 20 tot 22 graden in het binnenland. Later op de dag dus vanuit het westen dikkere bewolking en ook wat regen. Dat trekt dan woensdag in de loop van de avond verder over. Donderdag is een droge dag, 17 tot 19 graden. Weer die wolkenvelden en zon, maar duidelijk ook wat meer wind. Wind af en toe krachtig tot hard misschien wel. Aan zee windkracht 6 tot 7. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de vrijdag. Zaterdag hebben we dan weer wat buien ingetekend. Die zag u ook op de weerkaart terug. En zondag ziet er dan weer overwegend droog uit. En zo heeft u een beeld voor de komende week. Een redelijk rustige week met later in de week duidelijk wat meer wind. Nog een fijne dag.